Dus er wordt een ziel. Waarvan werd gezegd de onsterfelijke ziel. Ja. En de ziel die verhuist naar allerlei nieuwe, hè, nieuwe levens. Daar moet ik misschien direct bij noemen de veelheid van vertellingen over incarnatie en reïncarnatie. Dat hoort er eigenlijk bij en daar moet ik dus, dat moet ik er niet van loskoppelen, laat ik het zo zeggen. Incarnatie betekent iets te vlezen maken, in het karne inponsen. Incarnatiemensen zijn extroverte mensen die zoeken in de buitenwereld, die ponsen dat als gedachte in. Dat zijn altijd weer als angsthaas gedachtes van goed en kwaad. Dat is de incarnatie, dat gebeurt door de alvleesklier die alles te vlezen maakt, de karne. Dus die maakt het allemaal in het vast, legt het vast in ons vlees of in onze cellen. In de onstabiele keten. Die onstabiele keten is ontvankelijk voor verandering. Dus je gaat straks de wereld in, je ziet allerlei dingen, je legt dat vast. Dat is de incarnatie van de extrovert. Als jij een kind maakt van jouw extroverte erflijn, van jouw extrovert zijn, van jouw erflijn, dan, dat heb ik overal al meerdere malen gezegd, die ongeveer schattenderwijs 70% krijg je van de vader mee en 20% van de moeder mee. Dan missen we nog 10%. Oh nee, 30%. dan is jouw kind introvert. Ja. Die gaat herbeoordelen wat jij in de wereld aan goed en kwaad gevonden hebt. Zonder dat je dat beseft hoor, maar ik heb dat alleen met al die elektroacupunctuurmetingen gezien. Dat is de bijenier, dat is een verdedigend orgaan. Introvert, extrovert, introvert, extrovert. Dus dat is een eigenlijk, en dan komt dus in je incarnatie, reïncarnatie, en dan gaat weer iemand incarnatie zijn en weer de buitenwereld in. Met de nieuwe gegevens die zijn beoordeeld op goed en kwaad, laat ik maar zo zeggen. Dan ligt het dus, ik zie het zo dat het denken is een representant van de RNA-keten, dat is de onstabiele keten. En de reïncarnatie brengt het van de RNA-keten in de DNA-keten. Dus een foto en het fotonegatief. Daar heb ik een boekje over geschreven, De Ban van de Genen. Dat staat op de website. Dus, jij bent extrovert. Je maakt een zoon die is introvert. Die gaat het herbeoordelen. En hij maakt weer een zoon en die is weer extrovert en die gaat weer in de wereld. En dus het gaat golfbeweging, hè? Net zoals de sinusritme van alles wat energie heet. In die golfbeweging is dus twee generaties, kan je eigenlijk zien als één onderdeel van een nieuwe rit. Dus dat is van vader op zoon en daarom krijg je dus de naam waar we het net over hadden, krijg je de naam van je grootvader, niet van je vader. Nee. Want als jij extrovert bent, dan ben je in die hele levensvorm precies tegenovergesteld aan je vader. Nog gekker is het dat een extrovert altijd trouwt met een introvert iemand en andersom. Want, en dat heb ik in een boekje, in het boekje, met die korte verhalen, heb ik dat nu in deze extreme tijd. Dat is ook een evolutie, dit. Hè? Ja. Hebben we hardlopers en doodzitters. En als je twee hardlopers hebt,
Ja, die lopen allebei een andere weg, want die hebben allebei een andere lijn. Dus dat lukt niet. Dat lukt helemaal niet. Maar als een hardloper door een doodzitter, houdt elkaar net in leven, net een evenwicht. Maar nu is dat, die verschillen zijn nu zo groot, dat ook dat zelf wil niet meer. Want die idee van een doodzitter, van een beschermer, is totaal anders van iemand die zegt van, nee, je moet het laten, je moet het gewoon laten gaan. Je moet zelf leren. He? Dus dat gaat allemaal mis. Alles gaat mis. En dat wordt dus ingeponst, en dat is het werk van mijn grootvader. Je ervaringen die je opdoet als denkbeelden, beelden die je in de wereld hebt opgevangen, die worden geïncarneerd in het lichaam. Dat is wat men noemt de ziel. Of het karma. Okay. Het heet ook zielig. Ja. Want het is eigenlijk zielig als we nu weten dat ons vechten om te overleven de natuur in disharmonie brengt en het leven vernietigt. Is dat niet zielig? Ja. Het heet ook erflast. Nou, dat we steeds meer last krijgen van onze beheerszucht, is wel duidelijk. En dan heet het tenslotte erfzonde. Want we vernietigen alles straks. Van vader op zoon leren we steeds meer beheersen. Dus onze ziel, die onze overlevingsdrift is, wordt overerfd. Onze ziel zijn onze overlevingsreflexen. Als alles wat we dus in die loopbaan van Adam naar Eva, ik heb daar een tekeningetje van gemaakt, ik weet niet of dat, hè, maar dat we dus allemaal zijn we een andere weg gelopen en we zijn dus net één, met z'n allen één grote levensboom, maar omgeworteld. Elke keer moeten we weer opnieuw beginnen, we moeten studeren, want we kunnen er niet bij komen. Dat is onze ziel die steeds verder groeit. Dat is onze erflast. Dat is onze erfzonde. Dat maakt ons karakter. Een karakter wat steeds vechtender wordt. Want we hebben steeds meer overlevingsgevechten in ons. Dat maakt dat we steeds vuriger worden. Maar die ziel, dat zijn dus de overlevingsreflexen die over worden gedragen op de volgende generatie. Mijn grootvader was degene die ontdekte dat die overlevingsreflexen overerfbaar waren. Ik denk dat dat een redelijk grote doorbraak was. Hij was niet voor niks was die erg beroemd. Hij was heel erg bevriend met Einstein. En samen hebben ze, ik weet niet wat ze allemaal gedaan hebben, maar in ieder geval, mijn opa is boeken gaan schrijven over het ontstaan van het leven en de hele cybernetica van de kosmos. Nou, hij heeft ontzettend veel gedaan. Hij was dus ook cyberneticus. Dat was wat ik heb meegekregen als zijnde mijn ziel. Er wordt op dit moment over alles veel gepraat. Nou, wat heb ik opgepikt? Dat wat in mijn ziel lag, dus mijn, dat was dus onsterfelijk. Ja. En, wat ik al eerder vertelde, iets wat in je genen gebakken zit, daar kan je dan wel niet bij komen, maar je kan het wel heel snel oppakken, omdat je het veel sneller begrijpt. Ja. En daar kan je dus mee doorgaan. Wat heb ik dus gedaan? Ik heb de ziel van mijn grootvader gepakt. Zonder dat ik het wist. Ja.